Stel je voor, je lijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening, maar de artsen kunnen niet vaststellen wat je precies hebt. Dat scenario geldt voor maar liefst 350 miljoen mensen wereldwijd. In een poging hier iets aan te doen, vindt in het Radboud UMC momenteel de Undiagnosed Hackathon plaats. Biologen, scheikundigen en artsen uit 19 landen van over de hele wereld komen hier samen in de hoop voor zoveel mogelijk van deze patiënten alsnog een diagnose te kunnen stellen. Wereldwijd leven er 350 miljoen mensen met een niet gediagnosticeerde ziekte. Hiervan zijn er 75% kinderen. In het Radboud Ziekenhuis kwamen vandaag experts van over de hele wereld samen om moeilijke, onopgeloste ziekten aan te pakken en op te lossen. Het is eigenlijk net begonnen. En vandaag en morgen, dus het is een evenement van 2 dagen, komen er heel veel mensen of zijn er heel veel mensen naar Nijmegen gekomen vanuit binnen- en buitenland. Dus ook bijvoorbeeld mensen uit Zuid-Afrika en Colombia en Brazilië. En dat zijn allemaal artsen en onderzoekers en andere mensen die iets met genetica hebben. En die willen eigenlijk allemaal meedenken om te kijken, kunnen we nu wel een diagnose vinden? Het evenement is georganiseerd door diverse partijen. Met de Wilhelm Foundation als initiatiefnemer. De eerste editie vond vorig jaar plaats in Zweden, waar patiënten met zeer uiteenlopende symptomen deelnamen. Ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Dus het criterium was vooral om mee te kunnen doen dat het een familie is waarbij heel sterk aan een genetische aandoening wordt gedacht, maar nog geen diagnose is. En dat zijn vooral heel veel kinderen waarbij vanaf jonge leeftijd al heel veel speelt en met heel veel verschillende aandoeningen. Maar er zitten ook volwassenen tussen, of bijvoorbeeld mensen met een spierziekte, of mensen met een erfelijke vorm van kanker, of mogelijk erfelijke vorm van kanker. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn. Een van de kinderen is Bram, een 6-jarige jongen bij wie al 5 jaar wordt gezocht naar een diagnose, maar tot nu toe zonder resultaat. Dit is alleen een ochtend voor ons. En daarna gaan artsen aan de slag met de data die er al ligt. En daar gaan ze op basis daarvan, gaan ze dan gecombineerd met wat wij vandaag verteld hebben, gaan ze onderzoek doen. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat we een diagnose kunnen krijgen. Zodat we beter weten wat de toekomst ons gaat brengen. Vorig jaar hebben een aantal patiënten door het evenement een diagnose gekregen. Dit jaar doen er 42 gezinnen mee, waarvan 8 gezinnen uit Nederland. Ja, we hopen, maar we weten helemaal nog niet hoe vaak het gaat lukken en of het gaat lukken. Maar we hopen dat te doen door eigenlijk verschillende dingen. Dus voor sommige patiënten willen we opnieuw naar de data kijken. Dus dan zijn er bijvoorbeeld eerder al DNA-onderzoeken gedaan. En dan willen we opnieuw kijken van, goh, kunnen we daar nu wel iets in vinden? Met bijvoorbeeld nieuwe kennis of nieuwe systemen die we kunnen gebruiken. En voor heel veel families hebben we ook nieuwe technieken gebruikt. Dus nieuwe technieken om het DNA uit te lezen. Dus daar zijn allemaal bloedsamples opgestuurd om te kijken of we met nieuwe technieken nu wel een keer kunnen vinden wat we vroeger niet konden vinden. Voor ons is dit echt een mooie mogelijkheid om weer met nieuwe inzichten naar de data van Bram te kijken. Als het gaat lukken, dan is dat fantastisch. En als het niet lukt, dan leven we gewoon door zoals we nu doen.